Roland, je derde jaar bij de Eaters. Geleen is nu bij velen de favoriet voor het seizoen. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar tegenop vergeleken met andere jaren? Nou, ik denk dat het vergeleken met andere jaren, als je kijkt naar vorig jaar, hebben we prijs gepakt. En dan nu, nieuw team, verse jongens, mooie namen, jonge talenten en ook gewoon natuurlijk ouderen. Die al veel hebben betekend voor deze club. Dus ik denk ook gewoon dat we potentie hebben en veel verhalen hebben gehoord over mogelijk meer prijzen. Denk ik dat ze daarom zo kijken daarna. En dat daarom deze prijzen, of dit seizoen, misschien een favorietje kan zijn. Roland, we zien dat je altijd ver uitbreidt in de aanval en je staat er dan meestal alleen voor. Vind je het niet jammer dat je iemand mist om het eventueel af te maken? Nee, dat zou ik niet zeggen. Kijk, weet je, we zijn een team. En als ik dan alleen naar een aanval ga en alleen voor het doel of noem maar op in een hoek. Uiteindelijk moet ik zelf wel ervoor zorgen dat ik de tijd neem dat er ook anderen die dan meekomen in de aanval om daar gewoon meer uit te gaan halen. Dus ik moet me ook zelf aanpassen. Het is niet alleen dat ik alleen ervoor sta. Het is van beide kanten, denk ik. En ik denk dat ik ook gewoon meer moet opletten om de omgeving om me heen. Yes. Afgelopen wedstrijden wat vaak slordige passes die niet aankomen. Hoe kritisch is dit voor de afgelopen verloren wedstrijden? Ja, ik denk dat het zeker wel een grote rol speelt. Als je kijkt naar de passes die soms niet aankomen dan en ook degene wat wel aankomen. Als je kijkt naar die wat wel aankomen, dan worden meteen aanvallen gecreëerd, er worden meer uitgehaald. En als ze niet aankomen, dat is meteen, kan een turnover veroorzaken of andere zaakjes. Waar wij dan weer moeten terug in de verdediging. Dus ik denk dat passes wel wat meer iets waar we op moeten werken en wat we ook zijn aan doen in de trainingen. Het eerste jaar nu bij de Eaters en samen met jeugdvrienden in één team. Hoe bevalt het hier en wat vind je van het ijshockey in Geleen? Bevalt heel goed. Natuurlijk dan met Tijn en Wouter hier samen. Dus wat je al zegt, daar heb ik al heel mijn leven mee samen gespeeld. Dus het is gewoon fijn dat ik ook wat jongens uit Tilburg hier heb, waar ik ook dan samen mee kan reizen, dat ik dat niet alleen hoef te doen. En het ijshockey bevalt eigenlijk goed. We hebben denk ik wel een heel goed team en ik denk zeker dat we dit seizoen wel iets kunnen bereiken. Nio, zoals vorig weekend, dit weekend ook een weekend met twee totaal verschillende wedstrijden. Pas jij er ook je speelstijl aan de tegenstander aan of doe je altijd hetzelfde? Nee, ik ben daar eigenlijk niet echt mee bezig om mijn speelstijl in principe aan te passen. Vaak krijgen wij wel door de week video van Jeffrey die dan bijvoorbeeld de speelstijl van de tegenstander laat zien. Dus daar pas je als team op aan. Maar ik zelf doe eigenlijk meestal bij elke wedstrijd precies hetzelfde en ga er hetzelfde in. Nu linemates met Mees, een jonge mede-Brabander in de maand dat jullie begin dit seizoen elkaar niet zo goed kenden. Hoe pak je dat aan in het begin met iemand die je niet kent en dan een soort band chemistry op te bouwen? Ik denk dat je dat een beetje met iedereen uit het team wel doet. Natuurlijk met Mees wel meer, maar dat is natuurlijk omdat je samen in de lijn speelt. Op de trainingen sta je samen, je doet oefeningen samen, in de wedstrijd sta je samen. Dus als er iets fout gaat of als er iets goed gaat, dan praat je altijd met elkaar daarover. Dus ik denk dat je automatisch zo dan een band met elkaar opbouwt. Yes. Vrijdag wat gemiste momenten van de scheids, dat toch leidt tot tegengoals. Hoe gaan jullie daarmee om en wat vinden jullie ervan? Ik denk dat je dan die derde goal van Dietz bedoelt, op die breakaway zeg maar, die op eigenlijk straf die op Brett werd gemaakt. Ik had hem zelf niet echt goed gezien, dus ik zag hem niet echt gebeuren. Maar uiteindelijk bleek wel dat de stick van de tegenstander was. Maar ik denk dat je daar als team je eigen niet zo druk om moet maken. En gewoon zorgen dat jij als team dan de volgende bent die scoort. En als je daar overin blijft zitten, dan gaat dat ook niet werken.